In Lightroom is het niet lastig om een kleurenfoto om te zetten naar zwart-wit en één ding in kleur te houden. Maar de vraag is natuurlijk hoe ga je dat precies doen? Die foto omzetten naar zwart-wit, dat zal je natuurlijk nog wel prima lukken. Maar juist dat ene ding in kleur houden, dat is hetgene wat het ingewikkeld maakt. Maar dat valt op zich natuurlijk ook wel weer mee. Je gaat gewoon heel simpel bovenin naar het aanpassingspenseel. En als je op het aanpassingspenseel klikt, dan krijg je dit venster voor je neus. En dit kun je eigenlijk in twee delen splitsen. Je hebt enerzijds de effecten die je toe gaat passen, en anderzijds het penseel zelf. En het penseel zelf, laat ik daar even bij beginnen. Als je ergens op gaat staan, krijg je aan de linkerkant een voorvertoning te zien van je penseel. Maak ik het groter, dan zie je dat het groter wordt en kleiner ook. Daaronder heb je de doezelaar. En dit is een soort rand die om je penseel heen zit. En deze zorgt ervoor dat er een bepaalde uitloop is. Dus dat je kwast niet opeens van heel hard naar heel zacht gaat, maar dat daar een net verloop in zit. En aan de bovenkant heb je natuurlijk gewoon de instellingen die je gewend bent. Wat is er belangrijk om deze foto zwart-wit te gaan maken? Dat is de verzadiging. Dus die trek ik helemaal naar beneden. En wat wil ik nou gaan doen? Ik wil natuurlijk nou gewoon dingen zwart-wit gaan maken en zorgen dat er één appel gewoon in kleur blijft. En je mag natuurlijk aan de foto's van het intro raden welke appel er in kleur blijft. En om die nou netjes te selecteren, ga ik toch een klein beetje verder inzoomen richting 1 op 1. En wat ik ga doen, is gewoon een kleinere kwast pakken met de doezelaar op nul. En ik ga gewoon netjes zo om deze rand heen werken. En dat is misschien een heel uh, klein uh, priegelkabij, maar het moet wel even gebeuren. Het is gewoon de overgang van je zwart-wit naar je kleur. En hoe nauwkeuriger je dit doet, hoe beter het is natuurlijk. Voor de sake of de film ga ik er een klein beetje sneller doorheen. Maar je snapt natuurlijk wat er moet gebeuren. Je ziet het, het is uh, uh, best wel een priegelkawijtje. Kan het sneller? Nou, ik zou geen idee hebben in Lightroom. Uh, heb jij daar wel een methode voor? Ik hou me aanbevolen. Stuur me gewoon even een berichtje of stuur me een mailtje. En ik ben best benieuwd hoe dit dus gewoon sneller kan. Nou, heb je dit gedaan, dan kun je natuurlijk de kwast wat groter maken. En zo je selectie langzaamaan een beetje uitbreiden. Net zolang totdat gewoon heel je foto zwart-wit is, behalve die ene appel in het midden. En daar was het ons natuurlijk om te doen. Deze film ging over het zwart-wit maken en één ding in kleur houden. En op dat punt zijn we inmiddels wel aanbeland. Vind je nou het zwart-wit niet mooi? Hey, je kunt natuurlijk gewoon allerlei dingen nog doen uh, om, om dat gewoon te veranderen. Je kunt bijvoorbeeld het contrast iets harder maken. En daarmee gewoon je zwart-dit ook nog een klein beetje aanpassen. Ja, het is niet helemaal netjes gedaan, dat zie ik zelf ook wel natuurlijk. Je kunt altijd nog gewoon even de dingetjes een klein beetje aanpassen. Maar je snapt zelf: wil je dit heel nauwkeurig doen, dan kan dit best een tijdrovend karweitje zijn. En helaas is het selecteren in Lightroom nog niet zo geweldig goed ontwikkeld, waardoor dit eventueel allemaal gewoon lekker snel kan gaan. Het zei helaas zo, het is niet anders. Persoonlijk zou ik dit gewoon in Photoshop willen doen. Um, wil je daar meer over weten? Hé, hey, daar had ik ook al een keer een filmpje over gemaakt. Kijk gewoon boven even op het filmpje in Photoshop. Voor verder, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.